overview again. Whoa, turning around is not so easy here. Voilà. Yeah. Oh, there we go. Yeah, another overview. The mama from Ronald, she says they're all looking so sad. What I see is indeed no black, no red. That's missing in it. And I have to work again on it. Hula. Yeah, it's full of lyrics. I guess all the songs of U2 are written on it. Yeah, I listened to them for more than 20 years and I never ever say that this is not a nice song or I can't hear it anymore. It's the opposite, it's kind of an addiction, yeah. What to do about it? Nou ja, dat is gezien, hè, Elsa. Maar... De wat, hè? Ah, ja, dat is waar. Ah, die, ja. Ja, dat is een beetje geïnspireerd op Coco Chanel. En dat is ook zo wel een half een UFO, zo, vind ik. Ja. Minder triestig dan, less sad. I don't know, they're not sad, maybe not the word. They don't have enough expression, you know. They say you paint what you are, what you reflect now. Yeah, next. Dat zijn er duizend of meer, thousands or more. I was just looking for my white paper, but they were all below. I still couldn't reach them, so. Tja, dat is a one hour exposition. Come here, come look at it. Dat is een leven. Een manifestatie, hoe zeg je dat? A performance. Dat is een leven op zich. Kijk nu. Ja. Heb je die ook geschilderd, die? Ah, natuurlijk. Natuurlijk, Elsa. Die 4%. Dat zijn de zangers van U2. Ja, dat vind ik dat wel mag, omdat dat zo wat zacht is, pastelkleuren. Hè? Daar zou dat nu niet in passen. Maar, bijvoorbeeld... Goh, dan moet ik eens kijken. Ja, daar, dat zou eigenlijk... Daar in die een blauwe, dat moet meer zwart in. Of... Ja, als ik die allemaal moet gaan afgaan. Verbazend schoon. Wat, hè? Verbazend schoon. Hey. Dat is gratis entertainment in your own garden. Free entertainment, Elsa, in your own garden. And now the neighbors will look in. Okay, there we go. That was it. Iemand die er nog meer aan kunst.